Mijn tondeuze is stuk. Die draad, ja, dit heb ik doorgeknipt ondertussen. Hè. Maar de draad was zodanig versleten dat, je kunt hier wel zien, dat de aders vrijkwamen. Wat dan natuurlijk met 220 volt levensgevaarlijk is. Dus heb ik mijn soldeerbout uitgehaald, mijn kniptang. Deze een beetje ingekort en die ga ik nu opnieuw solderen. Maar dat betekent wel dat deze video een video is met baard. Wel een belangrijke video, want ik heb hier één groot probleem in huis. Wij wonen op het platteland. Daar staat de router beneden. Hier staat zo een, hoe heet dat? Airport Express. En daar staat nog een time capsule of time machine, geen idee. Maar zo een staat er ook beneden. Dus er staan hier routers genoeg, we hebben hier dekking van de wifi genoeg in huis. Maar het internet is gewoon super traag. Ik ga dat even proberen te demonstreren. En we hebben hier wel distributiekabel, maar we hebben hier geen optie om met distributiekabel internet te krijgen. Dus de enigste internetleverancier hier die mogelijk is, is eigenlijk alles over ADSL. Nu het grote probleem met ADSL. Dus ADSL is gewoon over de telefoonlijn. Ik heb momenteel de 4G niet opstaan. De 4G werkt wel goed, hè, voor alle duidelijkheid. Dat is via Proximus hier. We beginnen de test. Op dit moment is er niks anders dan het netwerk zou belasten. En je ziet het absolute minimum dat ook op de website van Proximus staat voor ADSL is eigenlijk 4 megabits. En je ziet dat we er zelf net niet komen. 362 megabits per seconde. Download is dat. De upload is nog triestiger. Dat betekent eigenlijk gewoon, voor uploads betekent dat bijvoorbeeld als ik mijn video, als ik een heel kleine video, zoals die laatste video van Stella die een put graaft, dat kost mij een uur om die te uploaden aan 1 megabits per seconde. En dat is een video van misschien 100 of 150 megabyte. Maar ik heb goed nieuws, ik ga dat vandaag proberen oplossen. Dus het probleem is dus ADSL. Je hebt in, op veel plaatsen in Vlaanderen heb je VDSL. VDSL is een geavanceerde vorm van ADSL waarbij dan ze eigenlijk, als ik het goed begrijp, twee telefoonlijnen combineren om zo hogere snelheid te geven. Met ADSL heb je één telefoonlijntje waar dat je internet over gaat. Het grote probleem daarmee is dat de snelheid eigenlijk grotendeels afhankelijk is. Afhankelijk is van de lengte van de kabel. Dus in de praktijk betekent dat de afstand van uw huis tegenover de telefooncentrale. Maar we wonen hier op het platteland, dus die afstand is vrij groot. Ik ken de exacte afstand niet. Maar ik zei al dat mijn 4G wel werkt. Dus ik kan perfect met mijn telefoon heel snel over internet gaan. Niks problemen mee. En Proximus, altijd als ze hier komen, daar staan mijn routers. Om een aantal dingen, om updates uit te voeren, wat instellingen te wijzen, weet ik veel wat. Omdat er problemen zijn, er zijn eigenlijk altijd problemen. En telkens als er een technieker is, dan zegt hij ja, inderdaad, uw internet, de snelheid is heel beperkt. Maar er komt binnenkort een oplossing met 4G. Nu, dat beloven ze mij al jaren. Ik heb al jaren. En ik bel ook zelf naar de helpdesk om te vragen waar dat de 4G-oplossing blijft. Want dit is gewoon slecht internet. Het vreemde is dat we wel televisie kunnen kijken. Dus volgens mij zit er gewoon een hele harde reservatie van de snelheid op voor de televisie. Ja, en ik betaal natuurlijk evenveel als de mensen die... Ik heb een Tutimus pakket. Ik betaal evenveel als de mensen die wel snel internet hebben. Ik heb onbeperkt internet, maar ja, aan zo'n snelheid ben ik niet in staat om daar om tot aan die limiet te geraken, hoor. Netflix kijken, dat gaat zolang dat we het met één tegelijk doen en dat we niet met iets anders bezig zijn op hetzelfde moment. Dus als er iemand Netflix kijkt, moet de rest even van het internet gaan. Op de 4G betekent dat over het algemeen. Nu, gelukkig hebben collega's en collega's
doen al een keer iets leuks, zoals een ander abonnement nemen met een zogenaamde flybox van Orange. En de buren hier een klein beetje verder, dat zijn mensen van Gent, verhuisd van Gent, ook Vlamingen, of waren ook Vlamingen. Die hebben dan ook al een jaar Orange. Dus ik heb zelf ook eens gebeld naar Orange met de vraag van ja, kunnen jullie voor mij... Kan ik zo een flybox op proef krijgen om dat te proberen om te zien of dat eigenlijk wel werkt hier. Want het zou spijtig zijn dat ik die Proximus afsluit en die Orange aanvraag. Je moet die minstens voor een jaar afsluiten, die Orange. Het zou spijtig zijn dat dat dan blijkt niet te werken. Want ik heb wel goede 4G coverage, maar dat is met Proximus natuurlijk. Nu, met Proximus hebben ze geen abonnement waarbij je genoeg data hebt betaalbaar voor wat we hier allemaal doen. En we zitten rond de 100 gig. Per maand. Bij Orange hebben ze dat wel. Nu, ze konden mij geen box op proef geven. Spijtig genoeg. En ze zeiden meteen ook aan telefoon, vroegen ze mijn adres om na te kijken of dat de coverage goed was of niet. En hun antwoord was dat op basis van dat adres dat ik hier geen goede coverage zou hebben. Dus van een collega heb ik gelukkig deze meegekregen. Dat is zo'n flybox. Dus daar zit gewoon een simkaart in van Orange. En je hebt 150 gig, waarvan 100 in de daluren en 50 op gelijk welk moment dat je kunt gebruiken. Dus het zou kunnen zijn dat ik hem daar aan het raam moet plaatsen. Hier van boven. Voor betere ontvangst. Oké, dus ik heb ondertussen wat kabels verbonden. Dat is een kabel rechtstreeks naar de router die bij tv staat. En dat is naar de switch die de rest van het huis bedient. Er zijn ook wat lichtjes beginnen branden. Deze pinkt. Ik weet niet waarom dat deze pinkt. Maar de wifi werd in elk geval al rechtstreeks vanaf dat ding. En dan, dat is ook een soort van bereik zo te zien. Dus ik zal straks eens zien of als ik dit ding bij het raam plaats, dat ik daar beter bereik haal. Maar ik wil eigenlijk vooral, normaal gezien, als ik nu nog internet heb, dan doe ik gewoon een nieuwe test. Dus hetgeen dat we moeten verslaan is die 3. Oei, ik denk niet dat het werkt. Daarmee dat dat ding ook pinkt waarschijnlijk. Even snel zien waarom dat ik geen internet heb. Ja. Dus nu is hem verbonden met de wifi. Rechtstreeks van dat ding. Als ik nu mijn snelheidstest opnieuw draai. Go. Oké, nee. Ondertussen staat een beetje raam. Maar ook dan heb ik 4 streepjes. Als het dan een verschil is, is het verschil dat hem hier op 4 streepjes blijft. En daar beneden wisselt tussen 4 en 3 streepjes. Ik heb al eens met mijn computer verbonden ook nu. Dan krijg ik zo'n pop-up. Die witte pop-up. Dat krijg je normaal als je op een netwerk zit. Op publieke plaats waar je eerst moet aanmelden. Alleen is de pop-up hier wel blanco. Dus ik kan niet echt aanmelden. Als ik naar de admin pagina ga van de router. Ik zal dat eens wegdoen. Ik kan altijd niet op internet. Maar als ik naar de admin pagina ga, dan staat dat hem wel verbonden is met Orange, dat hem een snelheid heeft van 1 megabyte. Een megabyte, geen megabit. Dat we 4G hebben. En dan de tweede device, zelfs als mijn telefoon is een computer, verbonden zijn. Maar meer lukt er op dit moment niet. Even zien of wat. Misschien moet ik de router gewoon eens resetten. We zullen dat eerst eens doen. Voordat ik instellingen verplaats. Oké, nu zit ik in een soort van configuratie. Ik kan nog altijd geen websites openen, zo, maar het vreemde is wel dat hier die snelheid naar boven gaat. Dat stond eerst op 1 megabit, megabyte.
Nu staat dat op 338 megabyte. Ja, nee, zelfs als ik op die modem een ping uitvoer, krijg ik request timeout. Nu, op zich, de kans is wel groot dat het gewoon aan dat orange simkaartje ligt. Dus ik ga voor de zekerheid nog eens proberen hier van onder kunnen die simkaart vervangen. Ik ga daar gewoon een van mijn eigen simkaarten in steken, een Proximus simkaartje. Nu, dat zal dan wel de snelheid zijn van het Proximus netwerk, maar ik zie wel dat ook, dat is hier al Proximus. Ik zag wel daarnet dat ook deze 4G had op orange, dus ik verwacht hier even snel een ping proberen naar google.be. Dus dat is rechtstreeks van de router, ja, en nu krijg ik wel direct een antwoord. Dus van dit, van deze simkaart weet ik gewoon dat het werkt. We gaan ondertussen ook heel snel de test doen. Nu ben ik verbonden op die router. En dan, ja, kijk. Zo rond de 20 megabits, dat is zo ongeveer wat ik met mijn telefoon ook krijg als ik via 4G ga. Als je, ja, 18.7. Dus dat is bijna 5 keer zo snel als... als de snelheid op ADSL. Op zich wist ik dat dit soort routers dat dat bestond. Maar het grote probleem is dat er nog geen providers waren die een 4G-abonnement hadden, waar je eigenlijk genoeg data op had om op die manier te gebruiken voor uw vaste, in de plaats eigenlijk van uw vaste internetverbinding. Daar komt het op neer. Maar dus nu met deze Orange Flybox heb je 150 giga data. We verbruiken rond de 100. Het enige dat je moet opletten is dat 50 gig gelijk wanneer en 100 gig enkel in de daluren, dus vanaf 18 uur. Maar dat gaat gewoon in het oog moeten houden. Sowieso, het kost ook maar 20 euro per maand, wat op zich al een pak goedkoper is dan het internet van Proximus. Ik ben verkocht, sowieso.